Hallo en welkom bij Vanuit Schotvocht. We zitten al in de auto, jongens, want we gaan vandaag naar... Bellewaerde! Dat jullie waarschijnlijk al wel in de titel gezien hebben waar we naartoe gaan. We gaan zo meteen direct vertrekken, want het is voor ons 2 uurtjes rijden. Het is Ieper. Ieper, ja. Ieper, dus 2 uurtjes rijden voor ons. Dus het is super vroeg in de ochtend. Het is nog maar 8 uur, want het park gaat open om 10 uur, als ik me niet vergis. En hoe zijn we er eigenlijk op gekomen om naar Bellewaerde te gaan? We zijn er al eens ooit geweest. We zijn er ooit al eens geweest, ja. Maar we hadden onlangs in de video van Fantasialand had iemand een comment gegeven van ik vind dat superleuk als jullie zo uitstappen doen naar pretparken. En ik vraag van ja, welke pretparken vind jij dan leuk? En dan had hij geantwoord Bellewaerde. En we waren daar al geweest en daardoor dachten we... We gaan er nog een keer terug naartoe. Want als we daar eens geweest zijn, was Fran nog super klein. Fran, toen was je eigenlijk nog wel heel bang in heel veel dingen. Dat herinner ik mij nog heel goed. Dat je toen nog redelijk snel aan toch wel iets eng vond. Ja, en dat je nog wel... In die luchtballon. Ik herinner mij vooral dat Fran toen heel de rit gehuild heeft in die luchtballon. En we konden er natuurlijk niet uit. Dus, maar ondertussen is Fran veel stoerder geworden. Fran doet achtbanen. Ja, Fran doet achtbanen en zo. Dus het was echt wel nog eens tijd om terug te gaan naar Bellewaerde. Goed de gordeltjes aan, Fran, want ik zie dat jouw gordel nog niet aan is. Ik ga die achterom. Ja, bij Mathis ook. Mathis heeft zich daar al neergelegd met een kussentje. Fran heeft haar rozenkussen bij, haar knuffels. En dan zeg ik op naar... Bellewaerde. Op naar Bellewaerde. Nee, we hebben een tussenstop. Yep. Tanken. En ik ben niet gegaan voor de gewone diesel, maar voor de Deep Power. Ik ben zeker dat die iets duurder is. Maar anders heb ik al gemerkt dat ik daar langer mee kan rijden. Nee, dus ja, dat is dat zo? Wel zwaar. Snel, de auto's doen we op vakantie ook al. Wil jij nog iets halen, papa? Yep. Een tasje koffie. En Mathis en een chocomelk. En een chocomelk. Wil je er nog een smaakje bij vanille, karamel, hazelnoot? Nee, gewoon is goed. Dan zeg ik school. School. Ching. Oké, daar rijden we nog een beetje voort. Ja, we zijn over de Oké. Een bordje van Bellewaerde. Oh, hier kijk een bord. En we zijn aangekomen. Ja. Nog even de schoentjes aandoen. Ja. Ik denk dat er ook iets binnen is. Ik denk ook wel dat er iets binnen is, ja. Want ik zie daar ook allemaal houten gebouwen. Mm-hmm. Nog ticketjes kopen. Ja, ik heb hem gezien. Hè. Hij staat aan de ingang, de leeuw. We gaan eerst nog een plasje doen, Fran. Is goed? Ja. Ja, zo gaat het. Wat heb je al gezien? Waar wil je heen? Een soort van draaimolen. Een draaimolen, zwieren, schommel, draaimolen. En eens kijken, Fran, mag je erin? Ja. Ja, je mag erin. Yes. Oké, tot zo meteen. Doei, doei. Ja, was het leuk? Ja! Ja, ging het niet te hoog? Nee? Want jij hebt ook wat leuk, Mathis? Ja? Leuk. Bomen aanraken. Oh, was het leuk? Is zwaar. Super. Daar zitten meer dieren en zo en daar meer de wildere attractie. Stel voor omdat dat we eerst naar daar gaan, dat daar misschien nog minst druk in is. Ja, oké. Okay. Gaan we eerst naar daar, jongens. Op naar daar. Net gedaan. Welke? Want hier was de inkomsten en zo gedaan. Oké, die hebben we gedaan. Toppie. Dan zijn we nu, denk ik. Kijk, het is overal voorlopig niet lang aanschuiven, jongens. Alles maar 5 minuutjes. De Wakala. Je mag eens kijken, Fran. Ja, het is net kantje boordje, Fran, 120. Met ze zo, ja. Want dit mag er zo in. En maar 5 minuten aanschuiven, jongens. Kinderen zijn al weg, denk ik. Doei, doei. Tot zo meteen. Mama die had een beetje bang, maar wij gaan erin. Ja. Oh nee. Kom, ga. Oh nee, niet mee. Spannend, dat verhaal. Nee. Ben je bang? Ik wil niet. Nee. Jawel, ja, dat is kei leuk, zeg. Nee. Thank you.
Is die eng? In het begin wel. Ik dacht, ik ga daar zo naar beneden, maar ik zag toen, oké, we gaan niet daar naar beneden. Was die leuk? Ja? Was die leuk? Je nog zegt zo, oh nee. Wil je hem nog eens doen? Was die leuk, papa? Maar die gaat achteruit, hè? Ja, op het einde. Wil je hem nog eens doen? Ja. En nog een keertje? Ja. En gaan jullie er nog eens in de tweede keer? Ja. Oké. Ga maar. Let goed op. Gaan jullie samen? Ja. Onder jullie tweetjes? Ja. Oh, leuk. Zat ik naast ze. Ja, ik zag het. Was toch niet erg? En ik dus ik zou zeggen, lopen. Doei. Gaan jullie er samen in? Ja. Maar gaan ze nog een keertje? Doei. Gaan jullie daar in de piratenboot? Ja? Oké. Okay. Nou, ze gillen hier wel hard in, hè, jongens. Dat is een gilboot, die gilboot. Zie je het zitten, Frank? Eigenlijk, ik weet niet of ik erin mag. Of dat je erin mag? Ik denk het wel. Ah, nee. Oh, nee, je mag er niet in, Frank. Oh, kijk, ga er eens onder staan. Oh, jawel. Nee. Ah, nee, 1,30 meter. Och, nee. Oh, dat is jammer. Tot ziens. Doei, doei. Jammer, hè? Ja. Oh, dat je er nog niet in mag. Blijf je lekker bij mama dan? Ja. Gaan we kijken. Mama wordt daar toch ziek in, dus mama ging sowieso niet gaan. Zitten en kijken. Hier op het bankje, Fran. Het is super mooi weer, hè? Het is niet echt heel zonnig, maar het is wel lekker warm. Is dat waar jullie in geweest zijn daarnet? Oké, leuk. Dit is denk ik die bobsleebaan en die gingen we ook. Ah ja, nu zitten we hier bij de boot, hè? Ja. Als we dan zo gaan, komen we bij die boomstammetjes. Ja. Het is nog zo'n glijbaan. Zo die water, zo'n watersoort. Oh ja, zoals in Plopsaland, ja. Die papa en broer altijd doen. Ja. Ja. Jongens, ben je ziek? Nee. Ja, waren er ziek geworden? Nee, waren er die ziek werden of wat? Nee, ja, voor de rit voor ons was er iemand heel ziek geworden. Oh ja. Maar ik was aan het doen alsof ik ziek werd als wij boven waren. En tegenover ons waren ze ook zo kei raar aan het kijken. Maar die zei die naast ons ook zo van. Oh nee, die waren ermee weg. Ja, omdat ik deed alsof ik moest. Oh. Ik vind het eng. Oh my god. Dag. Het zijn ze. Oh, wat is dit kapitaal. Oh. Jullie hadden nog een duw gekregen. Ja, die meneer vroeg, zijn jullie samen? En ik zei, ja, daar zit iemand denk ik met een rood straatje. En zei, dat is de volgende dag gaan we wachten. Dus dat was super lief van die meneer. Ja. En dan heeft hij ons nog een duwtje gegeven. En wat is aan ons wagentje? Omdat wij wouden winnen. Wat? Ja, we wouden allemaal winnen. Maar jullie hadden het voordeel van de duw. Anders waren Fran en ik. Mama heeft dus niet te lachen. Ja, maar mogen ik in de Matthias daar? Daar straks alleen in begaan. Eens kijken, hè. Dat is de... Wat is dat eigenlijk? Met banden en water, denk ik. Ja.
En eens kijken of jullie dat straks zien willen. We gaan eerst een sandwichje eten. Papa is het picknick al aan het uitpakken. Lekkere sandwichjes. Hier zet je maar een beetje in de schaduw. Met gesmolten kaas. Met gesmolten kaas. Dat zal voor mama zijn. Dat hebben we hier nog allemaal. Nee. Fran had het voor. Zeg ik smakelijk? Smakelijk. Die ga je daarin gaan? Ja, met die? Oké, broer gaat mee. Gaat dat lukken? Want jullie hebben net sandwichjes gegeten. Ja, komt goed. Welke is dat? De Peter Pan, denk ik. Tot zometeen. Doei doei. Oeps. Ja, mag je erin, Fran? Je mag er mee. Okay. En alleen met broer. Bye bye. Welke gaan jullie nemen? Deze? De blauwe. Veel plezier! Woehoe! Team Fofie wordt weer voorzien. Waar is de zus? Waar is de zus? Wat heb jij voor? Ben je schoen kwijt? Er had iemand op Fran haar schoen getrapt en ze was haar schoen kwijt. Ik dacht dat je zin dat tractie kwijt was, Fran. Maar ondertussen is het wel lekker warm geworden, hè, jongens. We gaan iets met water doen. Wat gaan jullie doen? Die daar. De big shot is het, denk ik. En nog een keertje. Hey jongens, zijn jullie nat geworden? Nee. Niks nat? Een klein beetje. Helemaal. Ja, ja. Een klein beetje. Beetje maar bevriezen. Ik ben meer dan Matthias en ik. Jij zat vooraan, hè? Ja. Waar gaan jullie nu in? Daar. Oeh, in die? Daar, helemaal in de lucht. En Fran? Ga jij er ook in? Ja. Ik weet niet of het mag, schat. We moeten eerst eens gaan kijken, hè. Oh, Fran, ik denk dat je er niet in mag, schat. Oh, je moet 1,40 meter zijn. Oh, maar ik vind jou wel stoer, Fran, dat jij het zou durven, hoor. Veel plezier. En hoe was het, jongens? Gaan jullie nog eens? Oké. Okay. Doei, doei. Dat je nog eens gaat gaan. Ik denk dat jullie nog eens gaan. Ik denk het, hè. Ik ben niet zeker. Die heeft op een knop geduwd, maar... En die is terug naar binnen. Dan denk ik, dat ik ga doen! Twee keer, hè, jongens? Ja. Ah, super. Fran, ga eens kijken dat je erin mag, schatje. Wacht, hè. Waar moeten we dat zien? Mag het allemaal? Staat er ergens een meter? Ja, dat mag. Ah, daar staat de meter. Fran, we gaan eens kijken. Hier staat de meter. Hier. En maar eens kijken. En? Ja, je mag erin. Oké, okay. Okay, papa, jij gaat erin met Fran? Samen, Fran. Oké, okay, goed. We kunnen wel nat worden, Fran. Ja, wij gaan kijken aan het brugje. Is het goed? Ja. Waar jullie naar beneden komen, oké? Okay? Veel plezier. Doei. Matthijs heeft geen zin om nat te worden. Nee. Wij spelen op veilig. Het is mooi weer om zo. Ja, het is wel heel mooi weer. Het is super warm ook. We hebben ons daar net ingesmeerd met zonnecrème ook, hè, Matthijs? Want het was echt wel super warm. Het gaat zeker 25 graden is. Voor ieder wat wil, dan gaan wij op het brugje staan. Hè. Dan gaan wij kijken hoe papa en Fran nat worden. Ola, we mogen direct. Ja, we mogen niet. Fran, we hebben de boot helemaal voor ons alleen. Hè. Kijk, hè. Helemaal leeg. Heel nat. Ja, het is hier al heel nat. Maar ik denk dat we zelfs nog veel natter gaan zijn. Ja. We moeten wel blijven zitten slapen. Dat we mama en broer al zien, want die gaan daar... Die gingen daar op de brug staan om te kijken. Papa, kijk hoe hoog we gaan. Wow. Nee, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Oei, we kunnen niet meer terug, hè. Ja. Papa, jou goed vasthouden? Ja. Zo. Wat is? Is het te zien? Ja. Papa en Frans zitten alleen in een boot. Ze zijn achteraan gaan zitten. Oké, okay, leuk. Go, Frans! Ja, je kan het zelfs ook nog eens hebben, als je het bedenkt. Daar gaan ze helemaal bovenaan. Go, Frans!
Nu gaan we gaan, hè. Hier heb ik dus al spijt van. Ja, ik ook. Dan is dus kletsnat. Ik heb haar haar gezien. Die is helemaal nat. Oké, we gaan naar de uitgang gaan. Haar schoenen. Oh nee. Ja, haar schoenen zijn ze ook die nat waren. Dus we gaan eens even kijken hoe het met Fran is. Oh nee, jongens toch. Kom hier in het zonnetje staan. Ik vond iedereen die lekker al zien ingaan. Leuk. Ja, Fran! Ja, want we gaan erdoor, we hebben zo wat water en dan ineens zo'n nek. Flash! Kwak in onze nek. Oh, Franneke. Schat, ik het toch. Je broek, je schoenen. Ja, mijn schoen, in mijn schoenen. Even op een bankje. Fran haar t-shirt. Ik denk dat haar broek er ook zat. We gaan toch even in de droogcabine, hè jongens. Doe je schoentjes maar uit, Fran. Kunnen ze lekker drogen? Nee, zet ze er maar bij, schatje. Zet ze er maar bij. Zo, ja. Cool, Mathis. Hij helpt dat, jongens. Ja. Ja? En Mathis is de schoenen aan het drogen van Fran. Ben je al een beetje droger, Fran? Ja. Maar de schoentjes nog niet, en de sokken. Ja. Dus Fran gaat even voor de blote voeten, hè? Ja. Nu gaan we tussen de tijgers, of tussen de leeuwen, ik weet het eigenlijk niet. Allebei, zegt Fran. Oh, het is een leeuw en een tijger, Fran. En eventjes aanschuiven, maar het is wel niet veel, jongens. Het is echt overal kort aanschuiven, toch? Weer een goede dag uitgekozen. Weer een goede dag uitgekozen, hè. Hoe? En Fran die probeert nog een beetje op te drogen, hè, Fran? Is het al een beetje beter? Hier nog een beetje. Ja, zoek maar een plekje, jongens. Nog een plekje. Hou je klaar voor een avontuurlijke en leerrijke safari-trip tussen de leeuwen en tijgers van Bellewaerde. 5 tot 10 vrouwtjes. Van de grond. Je herkent een tijger in de voet van een jongen en gaan de hakken. Jammer, maar helaas. Niks gezien. Niks gezien. Geen tijger, geen leeuw, niks, Fran. Papa. Ja, papa had wel een poot gezien, denk ik. Jij hebt gezien van de leeuw? Nee, ook niet. Dat het een beetje te warm is voor de leeuwen en voor de tijgers. Hier kan je ook nog wel eens in het hok kijken. Kan je in de auto, in de jeep kruipen, Fran, dan kan je eens kijken. Ja, hier ligt vlees. Ze komen niet. Stek. En daar achteraan in het hok hebben we wel een pootje gezien van een leeuw. En hier hebben we dus het glas. En daar rijdt dan eigenlijk het treintje door. Daar hebben we zo net gereden. Gaan we in Houdini? Gaan we daarin? Ja, toch? Ik denk dat het een beetje een spookhuis is. 120, ja. Fran mag er mee in. Daar is die. Nee. We moeten ze eerst nog vinden, hè? Waar zouden ze zitten? Daar hebben we zelfs een babytje. Van de RB. Kijk, visje. Grote vissen, wauw. Zie, hoe mooi. Oh, zien dat de diertjes niet meegaan?
Even een pauze in de schaduw, jongens. Het is warm, hè? Ja. Echt, hè? Kikjes, tomaatjes, olijfjes, broodstengeltjes. En iets voor te drinken, hè, jongens? Want dat hebben we echt wel nodig, hè? Mmm. Is lekker? Een lekkere cake. Wat is gaat dat gewicht hebben? Oh, de giraffen liggen hier ook. Oh, daar zien we een giraf. Daar hebben we de zebra's. Fran heeft hier nog wel iets leuks. De tuf-tuf autootjes, denk ik. Fran zit vooraan en wat is achteraan? Ik ben al weg. Doei, doei. Goed sturen daar, hè, jongens. Hey, mevrouwtje daar. Niet uit uw auto hangen, hè. Alles goed daar, jongens. Alles toppie. Doei. Ja, ik denk dat je daar moet aanschuiven. Ga maar. Dat is wel een mooie vlinder, hoor, vrouw. Maar het is het nog mee met zijn zus. Super. Ja, oh, daar gaat hij. Mijn broer? Ja, dat is een go. Hoppa. Het is koud, hè? Dat is hier wel een leuk dorpje, hè? In de Far West. En daar hebben we de keverbaan. Ik mag alleen nooit met Matthijs. Die mag je wel alleen met Matthijs als je wil. Zo, en mama en zus zitten helemaal van voor. Ja, helemaal vooraan. Oh, kom maar. Ja. Ik denk dat vooraan het leukste plekje was, Fran. Ja. Wat is, ga je daarin, vriend? Ga eerst eens kijken. Eerst eens kijken? Het is wel een coole naad. Ik ben nooit zo andere kant op gedaan. Fran, ga jij daarin? Nee! Veel plezier, hè, jongens. Doei, doei. Fran is nu 1,20 meter. Dus die mag wel al in heel veel rollercoasters in eigenlijk, als het niet over kop gaan, hè? Ja. Als het over kop gaan, heb ik zo de indruk dat het meestal 1,30 meter of 1,40 meter is. Dus dan mag Fran er nog niet in. En Fran, ja. Dan zou je het al durven? Of ook niet? Ook niet. Nee, het is een beetje eng. Ja. Dus iets dat heel snel ronddraait, zoals de theekopjes of zo, kan ik eigenlijk ook niet in. En als het achteruit gaat, dan kan mama er ook niet in, want dan word ik ook ziek. Dus mama is altijd vooral van de rugzakkenopletster. Hè? En het filmen en het zwaaien naar iedereen. En kijken dat ze in de karretjes zitten. Maar ik vind dat ook helemaal niet erg. Fran, ze zitten erin, hè? Ja. Goed kijken, hè? Oeh, daar gaan ze! Gaan ze nog eens achteruit, de Fran? Ja, goed kijken hoor. Nu gaan ze achteruit gaan. Komen ze! En hoe was het, jongens? Hoe was die? Ja, echt wild. Was die wild, Mathis? Ja?
dat is super spannend als je zo achteruit omhoog gaat en lang de, ik weet niet hoe lang je van boven en je kijkt zo naar beneden. Je weet wat dat er gaat komen. Ja, ja, maar dat is ook spannend, want je ziet hoe hoog dat je bent. Achteruit was zoals, het is ook zelfs minder eng als je zo omhoog gaat. Ja. Dat was ook wel, omdat je niet ziet hoe hoog dat je eigenlijk bent. Dat maar die was... ging veel over kop, hè? 3 keer ja, of zo. Ja. Ja, 4 denk ik. 4 en dan, achterin, en dan 2 keer achteruit. Ja, ja. Ah ja, dat is 6 keer of 8 keer. Ja. Cool, want het is, vond je hem leuk? Ja, en het was ook niet lang aanschuiven, net 10 minuutjes. Ja, zo klinkt lang. Ja, 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 dat zal wel. Mama gaat meegaan, het is in het donker, maar ik ga het wagen. Op naar de hurricane. Te veel bang, mama. Jawel. Mooi, ja. Nu gaan we naar buiten. Come on, mama. Ja. Die was wel heel donker, hè? En eigenlijk de hele tijd in donker. Ja, heel mooi op mijn laser, hè? Ja. Mijn laserlichten en zo, dat was echt een hele toffe, hè, de hurricane. Ja. Oh ja, Fran is 1,20 meter, oké. Dat is wat vast, hè? Ja, jullie krijgen er niet uit. Zo, Mathies, de meisjes zijn nog eens in een hurricane, hè? Ja. Mama heeft echt super hard gekild. Nee. Hoeveel mee? Naar mij en dan beviel het mee. Maar hoeveel niet lang aanschuiven? Nee, we hebben gezwaaid. Hebben we gezwaaid, hebben we gekeken. Ja. We hebben nog 10 minuten, gaan we nog ergens in of niet, jongens? Gaan we nog proberen? Hondstammetjes, zou dat nog lukken? Maar ik denk als we aanschuiven en ze zeggen dat het niet mag, dan mag het niet, hè? Oh nee, voilà. We gaan dat doen. Mathis die gaat de schoenen beschermen, hè Mathis? Ja, ik zit van voor naar boven. Maar wat had er aan gedacht? Hopelijk gaat het helpen. Papa denkt, wat zijn ze nu weer aan het doen? Ja, wat zijn ze nu weer aan het doen? Instappen! Mathis, jij zit vooraan, hè? Go. Alles oké daar? Alles. Tip-top. Nu nog wel, hè, jongens. We hebben altijd een trucje. Doe eens laten zien. Fran heeft haar benen goed ver open gedaan. Ja? En ik heb mijn benen daar rond gezet. Dus Fran, haar benen zitten helemaal onder. Dat heb ik ook gedaan. Dat zijn voetzakjes. Voetzakjes. En een goede herinnering aan. Ja, dat is nog een speciaal verhaal. Dus... Oké, okay, gaan we naar boven, nee, jongen. Nee, man. Oh, we gaan straks nog iets eten. Oh boy. En nog even misschien in machine gaan. Zodat. Misschien machine, als we een machine vinden, want het is... Nee, oh okay. Nee, niet met mij. Zie? Oh, ja. Oh. En wie is er naald? Ik. Ja, de camera, de GoPro viel uit onderweg. De batterij was plat, dus we hebben jammer genoeg niet de berg kunnen filmen. Maar we zijn wel heel nat geworden, hè, jongens. Maar zijn zakjes hebben wel geholpen. Maar het is, de schoenen zijn droog. En mijn mama is het vooral de broek, denk ik. Ik wel, vind en het haar. Het is wel helemaal naar de vaantjes, maar goed, het zal wel drogen zeker. Het park gaat wel toe, want de attractie ging achter ons toe, jongens. Ja. We moeten echt naar de uitgang nu, denk ik. Hopelijk als we nog een beetje in het zonnetje lopen, Fran, dan gaan we nog een beetje opdrogen, hè. Wil je naar het toilet gaan? Ja. Doei, Bellewaarde! En we hebben er wel, jongens, de max uitgehaald. Hè? Want het park is echt wel toe. We zijn bij de laatste die het park verlaten. Dus de parking is ook volledig aan het leeglopen. En nu op naar de auto. En dan gaan we nog iets eten, want ik denk dat de buikjes beginnen te rammelen. Ik hoop dat we hier een tafeltje vinden. Hè. Ja, ik zag dat er een trampoline in de tuin stond, dus dat zou super leuk zijn. Maar we hebben natuurlijk niet gereserveerd. We zijn maar 10 minuutjes van
minuutjes van bellen waren dan af. Ja. Sowieso iets dichtbij gezocht, maar ik zag al dat hier heel veel auto's stonden. Hier ook, de parking staat hier helemaal vol. Ik zag zo al, als we voorbij reden, dat het terras goed vol zat. Dus ik hoop dat we nog een tafeltje hebben en we hier toch kunnen eten. Maar ik zie daar nog mensen aankomen voor te eten, dus we gaan hopen. En anders moeten we iets anders zoeken. Perfect, aan de trampoline hier. Oh, zalig. We hebben echt gelukkig, jongens. Toppen! Heel op de trampoline, maar zo meteen wel eens komen kijken wat hij gaat eten, hè, schat. En we dachten zelfs dat het ging regenen vandaag, hè. Eerst hadden we gezegd dat het ging regenen. Ja. Toen hebben we ook gelukkig gehad, geen regen gehad vandaag. Eigenlijk volop zon, eigenlijk super warm. Ja. En dan hier eigenlijk echt nog geluk met nog een laatste tafeltje en dan nog wel buiten. Ja. We zijn goed opgewarmd, ja, want we zijn direct gestopt dat er buiten nog plaats is. En die mevrouw zei zo, ja, ik heb nog wel een tafeltje, maar het is wel buiten. Hè. Ja. Maar wij, ja, dat is super goed. En kindjes kunnen hier spelen. Dus, we zitten al op de trampo. We hebben nog keiveel energie. Ik hoop dat we snel de kaart krijgen, want ik heb echt honger. Kom, jullie eens kijken wat jullie willen eten. Hè? Hier staat het drinken en hier staat het eten. Spaghetti zonder vlees, macaroni, lasagne. Daar zijn de kindjes dus op de trampoline. Heel de trampoline voor hen alleen. Heb je al een broodje gemaakt, Fran? Ja, lekker. Wat vond jij de leukste attractie vandaag, Mathis? De overkop, de boemerang. Ja, die ging ook achteruit, hè. Cool, ja, cool. En wat vond papa de leukste attractie vandaag? De Niagara Falls. Die wil ik messen met die goed. Ah ja, dat was die. Oké, met Fran. Nee, het is misschien niet de leukste, maar het was toch het meest memorabele. Ja, momentje dat je vandaag gaat hebben, ja. De eerste plek die waar ik met mama nog eens ben in geweest. De Hurricane? Ja, ja, en de tweede. Zo die eerste. Weet jullie niet? Zo waar wij als tweede zaten samen. Dus helemaal naar boven ging en dan terug. Daarna die stier. Ah, de wakaka. Wakaka of zo? Nee. Wakaka. Oh nee. Wakaka. Ik weet het niet meer. Ja, oké, die. En daarna de stieren en daarna die. Dankjewel. Papa heeft een lekkere carpaccio. Vooral naar balletjes. Oh, dat ziet er lekker uit, schattebol. Ja, mama heeft ook balletjes in tomatensaus. Ik ga eens piepen. Oeh, ziet er lekker uit. Alsjeblieft, dankjewel. Dankjewel. Smakelijk? Ja, smakelijk. Ziet er lekker uit, jongens. Smakelijk. Het is 8 uur, hè. We moeten nog 2 uurtjes rijden. Hè. Ja. 10:30 thuis. Aha. Op naar de auto! Fran, jij hebt toch een topbroer, hè? Oh, mijn broek! Zakt je broek af! En installeren jullie maar goed, hè? Want het is nog een uur en een half rijden, denk ik. Ik ben 2 uurtjes rijden, dus slaap maar lekker. Zitten jullie goed? Yep. Klaar om te slapen? Yeah. We hebben hier lekker gegeten, maar nu is het echt wel tijd om naar huis te rijden, want het is al 8 uur voor mij. De kindjes zitten hier achteraan. Ja. Goed geïnstalleerd, jongens? Ja. Klaar voor een dutje? Misschien. Superleuke dag gehad in Bellewaerde. Supergoed weer gehad. Geen regen. Heel goede temperatuur. Eigenlijk heel zonnig ook wel. We hebben ons echt moeten insmeren. Heel veel leuke attracties gedaan. De wachttijden vielen heel goed mee, moet ik zeggen. Ja. Het enige puntje van kritiek dat we kunnen hebben is dat we de levende tijger niet gezien hebben. Ja, dat is jammer. We hebben de Bengal Express voor de Bengaalse tijgers. Ja. Maar we hebben dus geen leeuwen en geen tijgers kunnen zien. Dus dat is eigenlijk een beetje jammer, maar ook begrijpelijk uiteraard. Het was super warm en ik denk dat de tijgers en de leeuwen een beetje schaduw aan het zoeken waren. Maar voor al de rest eigenlijk top pretpark. Ja, ja. Heel leuk, heel veel groen, heel leuke combinatie met de dieren en de attracties. Ja. En ook super. De combinatie voor de leeftijden. Ja, inderdaad. Heel veel leuke dingen voor Mathis die al iets gewilder waren. Voor Fran dan ook weer. Voor mama die heel rap duizelig is in de attracties. Was er ook meer als genoeg te doen. Papa die is de GPS al aan het instellen. Als jullie zien van wat is papa hier aan het doen. Papa is de GPS al aan het instellen. Dus jongens, het was een superleuke dag. Zeker aanrader voor deze zomer om Bellewaerde eens te bezoeken. We gaan dus naar huis bollen. Het is tijd dat de kindjes gaan een dutje doen. En tegen dat we thuis en alles hebben uitgepakt. Ja, dan is het voor ons ook weer een beetje tijd. Hè? Ja. Dus vonden jullie het vandaag weer een leuke vlog? Doe alvast dikke duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zien we jullie heel graag terug in een nieuwe vlog. Doei!